In Checkbox gaat het om de sporter in de mens, maar vooral om de mens in de sporter. En ik heb vandaag afgesproken met motorcoureur Rob Hartog. En hij neemt me mee voor een tochtje over de Noord-Hollandse wateren. En volgens mij moet dat het schip zijn. Zijn eerste successen beleefde Rob Hartog met het behalen van twee Nederlandse titels in 2012 en 2014. En nadat hij in 2017 op één punt na het Europees kampioenschap miste, wist hij die titel in 2018 wel te bemachtigen. Dit seizoen komt de Abbekerker uit in de World Supersport Series, maar vandaag gaan we het water op. Dit is Dirk. Hi Dirk. Dit is de... Hi Marie. Dit is zijn boot. De kapitein. Hallo. De kapitein. En, wat een oud beestje. Ja, het is een Zweedse Storebro, zoals ze zeggen. Ja. Uit 1954. Ja. Dus even oud als ik. Ja. In top staat eigenlijk nog. Ja. En het is een apartje. Het is met een klassieke auto, dat is een hobby, hè? Het is een hobby. Je loopt er ook op leeg, net als op een klassieke auto. Ja. veel zorgen eraan, maar het is wel een heel apart ding. En jullie varen regelmatig? Zo. Wij varen regelmatig hier in Noord-Holland even. Nu gaan we een stukje op de Zaan, eigenlijk richting de Zaanse Sals. Ja, dus ik kan lekker in het zonnetje gaan zitten? Ja, dat dacht ik niet. We zitten jou wel aan het werk. Jij mag de trossel losgooien. Nu? Ja, nu. Dan gaan we een stukje. Oh, dat vind ik wel. Hé, maar wacht even. Mag ik straks ook een stukje? Ja. Want je hebt geen vaarbewijs nodig, hè? Je hebt hier geen vaarbewijs nodig. Nee, goed zo. Dan, jij vaart ook? Ja, zeker. Oh, wat leuk. Nou, ik ga mijn werk, jongens. Ik kan naar jullie niet kijken, want jullie hebben vakantie. Nou, denken die twee natuurlijk dat ik echt helemaal geen verstand heb van boten. Maar ik vaar al vanaf mijn vijfde. Dus ik ga eigenlijk dadelijk al tegen die Dirk zeggen dat hij die knoop een beetje beter vast moet maken. Want dat wordt volgens mij helemaal niks vandaag. Hartog vindt zijn rust op de Noord-Hollandse wateren, maar achter het stuur van de 65 jaar oude sloep gaat het natuurlijk maar over één ding: motorracen. Na het Nederlands kampioenschap een aantal jaar geleden zit je weer lekker in de lift, hè? Ja, zeker. We mogen niet klagen. We hebben onze eigen vanaf de lagere niveaus eigenlijk jaar na jaar omhoog gewerkt. Met de hoogtepunten 2012 en 2014 Nederlands kampioenschap. Ja, maar dan zeg maar tot 2017 werd het wat rustiger. Ja, toen maakten we de overstap naar het Europese kampioenschap. Ja. Hoeveel geduld heb je dan nodig? Ja, hoe hoger je komt, hoe moeilijker het wordt. Dat is normaal. En toch is het ons wel gelukt om ook in die hogere niveaus en Europese kampioenschap die progressie door te trekken. Want in 2017 scheelde het weinig, hè? Dat was wel, na de laatste wedstrijd was het wel even heel zuur natuurlijk. Eén puntje tekort op het Europees kampioenschap. Maar dat hebben we afgelopen jaar dubbelend was goed gemaakt. Ja. Dus dat was super om vanuit het Nederlands kampioenschap door te stromen ook naar de Europees kampioen. Dat is echt super. Moet je echt zoveel tijd nemen om zeg maar door de wol geverfd te zijn om dan werkelijk ook Europees kampioen te worden? Ja, ik denk dat... De truc erachter is door hard te blijven werken. En wij hebben altijd met ons eigen team heel hard gewerkt. Ja. Ik heb heel veel mensen achter mij staan die mij daarbij helpen. Ja. En ik denk dat dat wel een grote kracht is waardoor we het zover hebben weten te schoppen. Kijk uit, hè, want er komt daar een hele grote boot aan. Ja, ik hou mooi de ruimte. De naam Hartog is onlosmakelijk verbonden aan de legendarische motorcoureur Wil Hartog, die als eerste Nederlander voor een uitzinnig publiek de TT van Assen in de 500cc-klasse wist te winnen. De succesvolle carrière van Wil Hartog was echter niet de motivatie voor zijn neefje Rob om ook te gaan racen. Want die werd pas lang na de successen van de Witte Reus geboren. Klopt, ik heb die tijd zelf natuurlijk nooit meegemaakt. Toen was ik nog niet geboren. En eigenlijk waar ik het van ken is puur de filmpjes op YouTube en de verhalen. Dus dat is natuurlijk een heel andere beleving als mensen zoals jij die dat wel hebben meegemaakt. Maar kan je op een of andere manier toch zeggen dat je er wel voordeel bij hebt gehad met de naam Hartog, toch? Of niet? Ik denk dat dat tweeledig is. Enerzijds kan het deuren openen in sommige manieren, bijvoorbeeld met sponsoring, of dat ze wat zien in de naam Hartog. Ja. Anderzijds kan het misschien ook extra druk opleggen. Dat denken, heeft dat gedaan bij jou? Voor mijzelf niet. Misschien ook omdat ik die tijd nooit zelf heb meegemaakt. Wij doen ons eigen ding, we hebben ons eigen pad gevolgd en daardoor voel ik totaal geen druk van het stukje van mijn oom. En hoe kijkt Wil tegen jouw carrière aan? Spreek je daar wel eens over met hem? Of? Ja, we spreken regelmatig erover en hij komt ook een aantal keer per jaar komt hij kijken. Afgelopen weekend was hij nog in Assen en hij vindt het super leuk om te zien. Prachtig dat zijn neefje dezelfde sport doet en het ook nog goed en doet. En succesvol is. Ja, zeker. Alleen anderzijds vindt hij het soms ook wel eng en spannend dat zijn kleine neefje nu zo hard op die motor langs gaat. Is er verschillen met vroeger?
Zijn de machines zijn wel veilig geworden, maar wel sneller, hè? Klopt, dat denk ik ook. Ze zijn zeker sneller geworden. De techniek is natuurlijk een stuk verbeterd. Maar de banden bijvoorbeeld zijn ook een stuk beter geworden. Ja. Dus, en de veiligheid van de circuits zeker. Want als je ziet waar ze vroeger reden, de stratencircuits en dergelijke, dat was wel een stuk veiliger. Geeft hij ook tips? Veiliger. Hij heeft wel eens wat tips gegeven, ja? Maar hij bekijkt het eigenlijk bewust een beetje op een afstandje. Op zich heel prettig. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Iedereen gaat ervan uit dat je in die motorsport terecht bent gekomen door hem, wat dus niet waar is. En je bent bovendien met motocross begonnen. Maar word je er misschien niet moe van? Nee, ik word er eigenlijk niet echt moe van. Misschien raken we er ook wel een beetje aan gewend. Het is heel vaak inderdaad wat je zegt, dat mensen toch die link leggen. En vaak ook nog denken dat ik de zoon van ben. Maar ja, wat ik zeg, inmiddels zijn we een beetje aan gewend van nee, dit is mijn oom en de relatie via mijn vader, de broer. Dus nee, dat valt wel mee. Is jouw leven helemaal gericht op motorsport of bestaat er ook iets anders voor je? Ja, het is wel voor een heel groot gedeelte gericht op motorsport. Dat kan je wel zeggen, eigenlijk al sinds de start met de motocross eigenlijk is dat zo. Volledig de focus daarop, maar er is zeker nog een leven naast. Ik werk er gewoon nog naast. Ik heb nu een vriendin, dus dat moet ook allemaal aandacht krijgen. Uiteraard. Maar ja, eigenlijk iedere dag gaat het wel een beetje over de motorsport. Nou, dan gaan we het over die andere dingen. Het stukje privé gaan we het op de boot nog even hebben. Prima, gaan we even wat eten. Oké, lekker. Is goed. In de volgende aflevering spreekt Rob over het leven naast het circuit en over zijn verrassende eerste meters op de motorfiets. En laat hij zien wat hij kan op de kartbaan, waar hij instructies krijgt van niemand minder dan Michel Blekemolen.